mogelijk. Thank you.
gezegend mogen zijn voor de wereld en elkaar. Vandaag, morgen en alle dagen van ons leven. Amen.
andere religies uit Sint-Truiden vanavond het zegengebed willen uitspreken over onze stad. De verschillende voorgangers, vertegenwoordigers, zullen dat nu doen, elk vanuit hun eigen traditie. En we luisteren eerst naar Rohan Rasai uit de Nepalese gemeenschap. Goedenavond, medebewoners van Sint-Truiden. Wij zijn zo blij om samen met jullie de opening van het tweede jaar te vieren. Van de Nepalese gemeenschap wil de heilige Truido van harte bedanken voor zijn leven hier in Sint-Truiden, de stad waar wij ons nu thuis voelen. Wij zijn zo fier en trots om zelfs als Nepalezen Truinaar te mogen heten. Vanavond bidden wij tot God om een vredevolle samenleving waar mensen in vriendschap, liefde en harmonie mogen samenleven en voor de economische groei in onze mooie stad Sint-Truiden. Dank u wel. Luister nu naar El Harkouti Rachem van de Islamitische Gemeenschap. Armhartige, de genadevolle, beide tijd, de mensheid waarlijk verlies, behalve zij die geloven en goed, tussen haakjes, daden doen en elkaar tot de waarheid en geduld aansporen. Luister nu naar Randy Singh en Nafra Kaur uit de Sikhs gemeenschap. Ja, dus wat u nu direct gaat horen, goedenavond, eerste. Dus wat u direct gaat horen is een verzoek tot God, tot het universum. Wij noemen het in het Punjabi een Ardaas. Een Ardaas wordt altijd gezegd bij het begin of op het einde bij een gebeurtenis. En een Ardaas begint altijd eerst met het opzeggen van de 10 gurus, dan vervolgd met de 11e guru Granth Sahib Ji. In het Ardaas zal gevraagd worden voor het Chardikla van zijn vrouw. Chardikla is een beknopt woord voor een welvaart, dat de stad eigenlijk welvaart wordt en dat de mensen gelukkig en lang leven. Leren in het Ardaas. Religies, Sint-Truiden en over heel de wereld. En
Dit allemaal hebben wij mogen ervaren in Sint-Truiden en onze stad. Dank u wel. Dan luisteren we tot slot naar dikke Wim Keunen vanuit de katholieke gemeenschap. Met uw geest van liefde, geloof en hoop. Laat deze stad een plek zijn waar het goed is om te leven en waar wij voor elkaar beeld mogen zijn van mensenlievendheid. Amen. Laten wij deze bijzondere geleden kracht bijzetten en behalen met de woorden die Jezus ons geeft. Pastoor Chris van Strijdom van Wijchmaal. Pastoor Alain van Herle van Buvingen. Ivo Kans van Laar. En de vertegenwoordigers van de andere religies. Rohan Rassali van de Nepalese gemeenschap. Heer Help El Herkouti Lashen van de Islamitische gemeenschap. Granti Singh van de Sikh gemeenschap.
directie en de leerlingen van de regenboog. En daarvoor vragen we Mike naar voren te komen. Samen met heel veel andere mensen is hij toch de deken-inspirator en organisator van al van dit Trudeaujaar. Zegen u het